Yo mensen, Jaraski hier en wacht bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Op de achtergrond gameplay heb ik voor jullie een domination potje gespeeld met de ICR-1 Assault Rifle op natuurlijk de map Hunted. Je zag weer mijn openingsroute net door het water heen naar de B-vlog op de rots blijven wachten. Ik kan hem meteen natuurlijk cappen en dat vind ik altijd mooi om te gebruiken. En ik gebruik ook eigenlijk die openingsroute om die B-vlog te pakken elke keer als ik deze map speel. Dus kom je me tegen in Black Ops 3, dan weet je eigenlijk mijn openingsroute al. Dat is altijd een beetje een nadeel aan video's uploaden op YouTube. Want ik heb in elke map een bepaalde openingsroute. En die kan je natuurlijk allemaal gewoon zien in mijn video's. En als je dus altijd al mijn video's kijkt en je komt een keer tegen me in Call of Duty, weet je precies hoe ik aan het begin loop. Weet je precies hoe ik loop als ik een bepaalde vlag wil pakken. Omdat ik altijd in mijn hoofd heb zitten, zo loop ik door die map, zo loop ik door die map, zo loop ik door die map. Dus niet al te goed opletten alsjeblieft jongens, want op een gegeven moment kan ik anders gewoon niks meer doen. Maar dank jullie wel sowieso natuurlijk voor alle support. Want ja, openingsroutes die zijn altijd handig om uit je hoofd te kennen. Want zo kan je heel snel die B-vlag pakken. Je ziet ook, we hebben nu nog steeds die B-vlag binnen. En ik heb ook meteen mijn vrat, oftewel de knetterkak score streak binnengesleept. Want ik gebruik in deze achtergrond gameplay UAV, een leidingstrijk en de knetterkak die nu ook een double kill, een triple kill heeft gemaakt. Maar waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben, zijn het glitches in Call of Duty. Want het glitches zal ik in het kort ten eerste even uitleggen. Ze zijn er al, sinds Call of Duty 2. Want wat er natuurlijk in Call of Duty aan de hand is, ten opzichte van andere shooters die nu op de markt komen, is je wapen zit eigenlijk op je hoofd gemonteerd. En dan denken jullie nu allemaal van, Jan, wat ben je nou weer voor shit aan het lullen? Waar heb je het nou weer over? Je wapen zit op je hoofd. En wat ik daarmee bedoel is, op het moment dat jij begint te schieten, schiet je niet vanuit jouw borst, wat je normaal gesproken hebt met een wapen, want normaal gesproken zie ik zo, maar je schiet vanuit je voorhoofd. Waarom? Omdat Call of Duty dat zo heeft gemaakt. Als je bijvoorbeeld Counter-Strike gaat spelen en je kijkt over een gebouwtje heen, dan zal jij zien dat je hoofd en je schouders uitsteken boven dat gebouwtje of boven dat muurtje. Maar speel jij Call of Duty en je kijkt boven een muurtje of gebouwtje uit, dan zal je zien dat alleen maar jouw voorhoofd of alleen maar jouw halve hoofd uitsteekt van dat bepaalde muurtje of van dat bepaalde gebouwtje. Waarom? Omdat je wapen dus eigenlijk in je hoofd zit gemonteerd. Als je dat snapt, en als je dus nu weet wat een headglitch is, dan moet jij die headglitch in jouw voordeel gaan gebruiken. Je zal heel veel mensen krijgen die gaan uitschelden voor fucking headglitch, maar het zit in de game. Waarom zou je het niet gebruiken? Zo makkelijk is het. En de manieren waarop je het kan gebruiken is eigenlijk achter elk muurtje, achter elk plantje, achter elk stukje dat uitsteekt. En hoe je het in de gaten kan houden is waar ik nu sta in het huisje, steekt mijn tieten steek eigenlijk ook nog uit, omdat dat vaasje waar ik achter sta, dat mandje waar ik achter sta, te laag was. En je kan het zien aan de locatie van je wapen. Als ik hier achter een bucket ga zitten, achter dit muurtje, wat ik misschien ook wel ga doen. Ik weet niet waar ik allemaal naartoe loop, ik ga dood. Nou oké, Jan, een lekker voorbeeld wil. Als ik daarachter was gaan zitten en ik was gaan bukken, dan steek mijn wapen net uit boven dat muurtje. En het houdt dus in dat alleen mijn voorhoofd uitsteekt boven dat muurtje. Wat inhoudt dat jij een kleiner target wordt voor de enemies. Wat inhoudt dat jij een moeilijker target of doelwit wordt voor de enemies. En in Call of Duty draait het erom, hoe meer jij beweegt, hoe minder vaak je doodgaat. Hoe minder vaak je natuurlijk wordt beschoten. Maar als jij even denkt van, ik moet heel veel ergens achter zitten, hoe kleiner jij bent, hoe minder hard je kan worden beschoten. Waar ik nu achter sta is ook gewoon een headglitch. Er loopt gewoon een enemy langs me nu. Fucking dom, maar bye bye enemy. Waar ik nu achter sta is ook gewoon een headglitch. Ik steek nu ongeveer net mijn schouders uit. En dat, je moet eventjes leren van bij welke plek je steekt wat uit. Want je hebt sommige plekjes in bepaalde maps zitten en dan steekt echt alleen jouw voorhoofd uit. Maar je hebt ook plekjes in de map zitten waar je schouders er ook nog bij uitsteken. Maar je moet jezelf gewoon, als je ergens achter gaat zitten, zo klein mogelijk doelwit maken. En dat kan dus door middel van het glitches te gebruiken. Je zal mensen op je afkrijgen die het niet leuk vinden. Dat zal onder deze video ook wel staan. Maar het hoort in de game. Het glitches hoort bij Call of Duty. En iedereen maakt er ook gewoon gebruik van. Dus waar ik nu zit, alleen mijn schouders steken daaruit. Achter dit muurtje alleen mijn schouders steken uit. Als ik nou naast mijn teammate ga staan, bij dat kissie waar hij achter ligt, steekt alleen mijn hoofdje uit. Dus je moet al die spots eigenlijk ook gewoon proberen te onthouden.
En Call of Duty die maakte maps zoals Hunted, zoals Fringe, zoals Combine ook allemaal. Zodat jij die bepaalde head glitches kan gaan gebruiken. Ze zitten namelijk expres in de map verwerkt. Omdat Call of Duty natuurlijk ook weet dat je dat hoort te gebruiken. Als ze willen dat niemand head glitches gaat gebruiken, halen ze al die kistjes, halen ze al die plantenbakken, halen ze uit de map. Maar ze willen juist dat jij tactisch, dat je slim door die map gaat rondrennen en er gebruik van maakt. Deze enemy. Zit er nog één op? Nee, die enemy zat er niet op. Maar dat kistje hier rechts op die C-vlag. Ik loop er steeds langs nu. Dat is zo'n harde headglitch. Dit kistje hier voor me is een headglitch. Dat raampje hier links is een headglitch. Als ik even nu door blijf lopen. Gassen, 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 Jan met die hap. Gassen, 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 Jan met die hap. Als ik nu even doorloop bij de B-vlag. Achter de vrachtwagen is een headglitch. In het water op het trappetje is een headglitch. Op het trappetje hier links van. Als ik de deur uitloop is een headglitch. Alles wat uitsteekt. En alles wat hoger is dan ongeveer, nou wat zullen we zeggen, een halve meter, is een headglitch. Dus maak er gebruik van. Ga er niet achter campen met een Korgon. Ga er niet achter campen van, ik heb een sniper, ik kan niet bewegen. Alleen mijn hoofdje steekt uit. Pew, 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 pew. Want dan ben je gewoon een fucking harde camper. Het is heel simpel, maar dan ben je gewoon echt een fucking harde camper. Je moet het gebruiken in jouw voordeel. Ren je erop af, zit je in een enemy in span, weet je dat er 5 mensen voor je staan, ga je niet als een mogol erop afrennen. Ik zie dat heel veel mensen doen, want dan ga je gewoon dood. Waar ik nu naartoe ren, deze plek, is een headglitch. Alleen mijn schouders steken hieruit, alleen mijn hoofdje steekt hieruit. Die enemies kunnen me bijna niet raken, behalve met een granaat. Maak er gewoon gebruik van. En het is in Call of Duty, naar mijn mening, echt gewoon heel veel logisch nadenken. Kijk, wat ik nu kan doen, is ik zou, als ik niet nadacht, gewoon kaart op de C-vlag af kunnen rennen. En kijken wat ik kan doen. Maar ik kan ook rustig kijken waar zitten de enemies. Even op mijn minimap kijken. Ik zie er daar in campen. Dan gaan we achterna. Want als ik nu de B-vlag pak, ga ik dood. Ik kill hier wat enemies. Mijn teammates kunnen nu B gaan pakken. Gaan ze ook zo meteen doen als het goed is. Hoop ik. Teammates, jullie letten niet op. En ik bescherm nu eigenlijk gewoon mijn teammates. Zodat zij de B-vlag kunnen pakken. Dan krijg ik misschien niet de punten. Maar dan kunnen wij wel de B-vlag misschien wel secure. Nu zaten mijn teammates niet op te letten. Dus die hele B-vlag is niet gepakt. Maar dat is natuurlijk ook een beetje loos nadenken van mijn teammates. Maar Call of Duty draait heel veel om gewoon even logisch nadenken. Goed opletten, concentreren. Want daarbij kan je zo veel betere scoren halen. En headglitches is een van de punten waarmee jij meteen ook een betere score kan halen. Als misschien iemand anders in je lobby. Als misschien een vriend van je. Dus maak er gewoon goed gebruik van. Dat paaltje dat hier staat, dat houten muurtje als ik daarachter ga zitten. En ik buk eventjes, dan steekt alleen maar mijn hoofdje uit. Het is niet heel moeilijk om ook te onthouden verder. Waar die enemy achter stond, als die was gaan bukken, stak alleen zijn hoofdje uit. Al die plekjes, echt letterlijk. Nou, ik denk dat er in de map wel 100 headglitches zitten. Het zijn allemaal plekjes waar je achter kan zitten. Eventjes kan afwachten. En je moet het voornamelijk gebruiken als jij in de enemy in spawn zit. En that's it. That's it, headglitches. Dus let erop en onthoud gewoon, jouw wapen in Call of Duty zit niet op je borst, zit niet op je tieten, wat normaal gesproken bij een wapen is, maar steekt gewoon uit jouw hoofd. Dus steek alleen jouw wapen uit achter een muurtje, zit je achter een headglitch, ben je een moeilijke target voor de enemies. En that's it. Dat is het enige wat je hoeft te onthouden. En wat je nog meer moet onthouden, maar dat is voor jezelf eventjes handig, is om gewoon elke spot in een bepaalde map, zoals hier bij de B-vlag naast die gekantelde vrachtwagen, dat je weet dat je daarachter kan schuilen. Want je moet gewoon map knowledge, zoals ze dat mooi zeggen, hebben in Call of Duty. Je moet weten, als ik bijvoorbeeld bij de B-vlag in de Panadi zit en er komen 5 enemies achter me aan, waar loop ik dan naartoe? Want je komt heel vaak in Call of Duty namelijk in de Panadi. Je komt heel vaak in één keer 3 of 4 mensen tegen in gunfights die je eigenlijk gewoon niet kan winnen. Je kan soms heel veel geluk hebben dat je in één keer een 4-man multikill maakt. Maar in de meeste gevallen is het handig om in bepaalde gunfights, als je daarin zit, gewoon serieus even te wachten, even weg te lopen. En je moet dus ook altijd in je hoofd onthouden van, dit is een ontsnappingsroute. Ik kan hier naartoe. Ik kan als ik wil deze kant op lopen om die enemies te kunnen ontwijken. En daarom is map knowledge, gewoon de map kennen, weten welke routes je kan lopen, heel erg belangrijk in Call of Duty. En daarbij komen natuurlijk de headglitch spots ook nog eens kijken. Want daarbij kan je gewoon die enemies veel te slim af zijn. Waardoor ze misschien je wel niet kunnen raken. En dat is altijd heel mooi. Want als je niet geraakt kan worden, ga je niet dood. Kan je mooie score neerzetten. En that's it, boys. That's it. De headglitch tips met je Raski. En je ziet ook hier. Kijk waar ik sta. Die enemies kunnen me gewoon niet raken daar. Enemies konden me daar gewoon niet raken.
Het eerste wat uitstak was misschien mijn neus nog eventjes. Nou, dan schiet ze hem op mijn neus. Nou ja, dat is zo klein. En je schouders zijn zo groot. Zo'n wereld van verschil gewoon. Maar ja, sowieso de map Hunted, by the way, vind ik gewoon chill om te spelen. En je hebt een paar maps zoals Stronghold, dat is die sneeuwmap. Waar echt gewoon elke steen in Headless is. Maar in Hunted valt het op zich nog wel mee. Waar je allemaal achter kan Headless. Maar ja, gebruik het gewoon. Gebruik het allemaal lekker in je voordeel. En dan kan je hopelijk ook natuurlijk meteen een betere score neerzetten. Die Annihilator, by the way, jongen. Oh, ik heb dat ding zoveel gebruikt. Mijn best killende specialist op dit moment, ook in Black Ops 3, is gewoon Annihilator. Die heeft 6 kogels erin zitten. En je kan ook gewoon, als je raak schiet, nou ja, hoppa. 4, 5, misschien zelfs 6, misschien zelfs 7 als je collateral maakt, kills maken. Dus ja, die Annihilator, als je een goede aim hebt en je weet van jezelf, ik kan raak schieten, dan is de Annihilator echt gewoon een hele goede specialist om te gebruiken. Weet je van jezelf, ik schiet heel veel mis, dan kan je bijvoorbeeld de Reaper, dat is die minigun die uit zijn arm komt, kan je dan misschien het beste gebruiken omdat je daar 200 kogels in hebt zitten. Of je kan de War Machine gebruiken om gewoon keihard te gaan lopen sprayen natuurlijk. Maar die Annihilator, als je goede aim hebt, pak hem een keertje erbij, jongen. Want dat ding, dat is me toch beest, jongen. Hij kilt gewoon één kogel. Het is gewoon eigenlijk een sniper met een snelle aim. Want bij het sniper zoom je natuurlijk helemaal in. En met een sniper heb je ook geen auto-assist in Black Ops 3. Alleen met die Annihilator heb je eigenlijk alles van een normaal wapen. Alleen met de damage van een sniper. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ja, daarom vind ik hem zelf heel erg fijn om te gebruiken. En je gaat ook nog heel veel gameplay zien waarin ik die Annihilator gewoon gebruik. Want ik vind hem super fijn om te gebruiken. Dus ik blijf hem natuurlijk ook gewoon lekker gebruiken. Want je moet gebruiken wat jij chill vindt. En wat jij fijn vindt. Dus de Scorestix, de UAV, de leidingstrijk en de frat vind ik ook een hele mooie setup. Want je haalt de UAV, weet je waar de enemy zitten? Ja, als je leidingstrijk, weet je ook waar de enemy zitten. Plus je krijgt nog wat kills mee en haal je de frat. En die maakt meestal redelijk veel kills. Het is ook zo dat hij gewoon in één keer uit de lucht kan worden geschoten. Maar je bent gewoon kaart genaaid. Maar ijscore is juist gezien. Lekker goed. 73-19. En het was een mooi potje. Het was een lekker mooi potje. En kijk, deze killcam. Als die iets naar achter was gelopen. En hij was iets verder weg gaan staan van deze headglitch. Dan had hij meer van zijn lichaam bedekt. Je zag nu toen hij doodging dat alleen zijn bovenlichaam uitstak. Maar was hij iets lager gaan zitten, dan stak alleen maar zijn hoofdje uit. Dus het is gewoon eventjes oefenen met die headglitches. Ga er niet achter campen, dat moet ik gewoon bij zeggen. Ga niet, als jij denkt van, ik heb geen zin om rond te lopen, ik ga hier achter zitten. Nee, want dan ben je gewoon een fucking harde camper. Maar gebruik het gewoon in je voordeel. Als je bijvoorbeeld in een enemy spawn zit, als je bijvoorbeeld 4 mensen voor je hebt staan, want dan kan je gewoon een veel betere score halen. En dan kan je natuurlijk ook gewoon minder vaak doodgaan. En dat is denk ik wel mooi in Call of Duty om meer kills op te pakken en minder dood te gaan. Want dan vind je natuurlijk waarschijnlijk ook weer leuker. Maar allemaal bedankt voor het kijken, jongens, naar deze video. Als je nou hebt genoten, dan natuurlijk zo'n kaart op de like knop. En dan zeg ik, thanks for watching. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.